Vicepresident Ashwin Adin is tevreden over het verloop van de gesprekken die momenteel gevoerd worden met de vakbeweging. Hij zei gisteren na gesprekken met de Moederbond, de OSAF en de COL dat de regering heel goed heeft kunnen inspelen op de vraagstukken die aangehaald zijn. De koopkrachtverbetering en functiewaardering van ambtenaren voelt volgens hem de boventoon bij deze gesprekken. We kunnen een constructieve houding zien, dat is één. Twee, dat we wel overeen zijn, ook een stemming kunnen vinden in diverse aspecten van hoe wij kijken naar functiewaardering, dat die dingen veranderd moeten worden. We hebben ook een traject die we aangegeven hebben aan de bonden die we doorlopen. Met de vakbeweging bij elkaar krijgen we willen een nieuw concept introduceren, dat gaat ook gebeuren. Om een beetje verlichting te brengen daarin, al die scheve situaties die we door jaren heen hebben gezien in functies, dat we dat willen opheffen. Maar dat we ook direct willen kijken, wat zouden we nu in de omstandigheden die er zijn? En minister Financiën moet dat aangeven, wat hebben we beschikbaar om dan terug te geven aan die gemeenschap? Zodat we wat verlichting zien. En daarin hebben we toch wel een lans weten te breken. We gaan morgen nog een setting hebben waar we met de vakbeweging zitten. En ik denk, als wij daar een positief, hebben we verwacht een heel positief antwoord, dat wij dan die verlichting die de gemeenschap verwacht, dan zouden moeten zien. Adin benadrukt dat er veel belangrijke onderwerpen te bespreken zijn met de vakbeweging en andere maatschappelijke groepen. In dat kader zullen de gesprekken een reguliere karakter krijgen. Met het platform Bedrijfsleven heeft de regering ook enkele afspraken die verder uitgediept moeten worden, zegt de vicepresident. Wij geven aan, we moeten voorzichtigheid betrachten in alles dat we doen. Voor elk ding moeten we wet, regelgeving, staatsbesluiten, beschikkingen op naslaan. Kunnen wij dat in overeenstemming daarmee? Eén. En twee, je moet altijd rekening houden met alle diverse invalshoeken die er zijn in die gemeenschap. Maar we hebben wel kunnen geruststellen de mensen, omdat we voor elk van de afspraken die we hebben, zijn we in processing. Voor bijvoorbeeld NOB hebben we gezegd, nou een afspraak bedrijfsleven zou in de Raad van Toezicht zijn. We hebben dat ook kunnen bewerkstelligen. Missief is uit. We zijn bezig wat statutenwijzigingen te plaatsen. Dus nadat we in detail zijn gegaan hoe we die verschillende afspraken toch wel vordering boeken, denk ik dat het bedrijfsleven platform content was. Men heeft wel gevraagd, men wil even terugtrekken om een algemeen standpunt vanuit hun leden kenbaar te maken hoe wij verdere communicatie wat efficiënter, misschien wat effectiever kunnen doen. Maar we geven u de ruimte om dat te doen. Voor ons is dat het maandelijks overleg dat wij denken dat al genoeg is. Vicepresident Ashwin Adin. Hij sprak de pers kort na gesprekken met de vakbeweging gisteren. Adin is tot nu toe tevreden over het verloop van de gesprekken.